Ja, Alex Pastoor, dit is een hele makkelijke avond gebleken achteraf, hè? Ja, het was een reguliere overwinning. Dat is, zo kun je het ongeveer omschrijven. Ben je niet tevreden over de tweede helft, waarin jullie dus niet meer scoren en ook niet zo heel veel kansen meer weten te creëren? Nou, daar had ik wel wat meer van verwacht. Als je 3-0 gaat rusten. Ik vond dat het krachtsverschil wel groter was dan 3-0, moet ik zeggen. Dus had ik wel wat meer van verwacht. Aan de andere kant, we hebben een aantal kansen gecreëerd. En we hebben hoegenaamd niets weggegeven, dus dat is ook weer niet zo slecht. Sluipt dat er dan automatisch in, dat het tempo wat omlaag gaat en dat de spelers het misschien wel geloven? Dat is wel een beetje gebleken, vond ik. Ik vind ook dat het niet meevalt om, als je in zo'n eerste helft kijkt. PSV speelt natuurlijk met een heel jong team. En dan is het krachtsverschil zo groot dat je vaak in situaties komt. Ja, die kom je door de week op trainen niet tegen. Dan heb je veel minder tijd en ruimte om te voetballen. Dat vergt van de spelers dat ze de bijl wel goed scherp houden. Je hebt de topscorer van de eerste divisie in huis in de persoon van Thomas Verhaar. 7 doelpunten al, verrassend? Ja, dat weet ik niet of dat verrassend is. Ik vind dat een speler met die kwaliteiten inderdaad meer rendement zou moeten hebben dan dat hij vorig jaar heeft gehad. Nou, het speelde natuurlijk ook wat anders, het is een ander team. En ik vind als je nu naar de voorste paar spelers kijkt, ja, dan is de harmonie, de chemie, hoe je het wil noemen, het samenwerken daarin is wel op een hoger niveau dan het laatste half jaar waar ik, toen ik zeg maar, kwam met Michael. Dus dat ligt er ook aan ten grondslag. Nou, hij neemt een paar penalties en daar ben je. Ja, je hebt ook wel wat luxe problemen. Nou, vandaag Dumfries die laat je spelen. Dus Ketting op de bank in de spits. Bergkamp weliswaar fit, maar ja, daar heb je keuze gemaakt in ieder geval vandaag voor Stokkers. Je hebt Super Sepa die vandaag zijn minuten maakt. Kortom, je Voskamp zelfs op de tribune. Nou, dat klopt. Kijk, in zo'n wedstrijd ben je natuurlijk ook aan het kijken, want je moet dinsdag weer voor de beker. Dan heb je 6 jongens op de bank zitten. Ja, je kunt ze alle 6 zo inbrengen. En dat is wel eens vervelend voor degene die er dan niet in mogen. En het was ook zo dat we uiteindelijk wilden Giovanni hier wat inbrengen. En op het moment dat we de wissel klaar gingen maken, gaf Michel aan dat hij eraf moest. Ja, dat is dan even vervelend. De competitie is nog pril. Je zal ongetwijfeld niet denken aan het echt meedoen bovenin. Maar goed, NAC verliest weer punten. Jullie zouden toch, als het zo doorgaat, volgende week Telstar, tussen aanhalingstekens, niet de al te moeilijke wedstrijd, echt mee kunnen gaan doen. Ja, dat zijn we natuurlijk ook van plan. Daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Dat was geen doelstelling. Nee, dat heb je mij ook nog niet horen zeggen. Maar het is natuurlijk wel onze ambitie om bovenaan mee te doen. En waar dat toe leidt, dat zullen we vanzelf zien. En wij halen gestaag onze punten binnen. En we hebben er pas 6 gespeeld, dus nog 30 te gaan. Hè? Tot slot, deze week veel gezegd over jouw langere verblijf, zo goed als zeker bij Sparta. Het ei is nog niet gelegd, maar je verwacht wel dat het snel gelegd gaat worden. Hè? Ja, we hebben alle 2 de intentie, dus dan moet je er normaal gesproken wel uitkomen. Maar nog even keurig op papier komen. Ja, en dit soort resultaten helpen dan dat jij wat extra kan vragen? Nou, dat vind ik altijd. Ik ga natuurlijk eigenlijk nooit mee in opportunisme. Dat zou gek zijn als je dan, dat je dan zegt van ja, nou moet ik even. Dat moet er nog in, dat moet er nog in. Weet je, we hebben de intentie, we proberen eruit te komen. En tijd zal leren hoe snel dat gebeurt.